En zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune met nog één ronde te gaan. Leiding aan de buitenzijde kan wel eens worden overgenomen door Gaia Vip, want die zijn druk bij Lions Wish. Lions Wish aan de binnenkant, Gaia Vip verliest daar wat meters in de bochten. Zijn krappe bochten hier in Hilversum. En daar heb je al gauw een lengte anderhalf verloren en moet hij opnieuw aanzetten. En zo zijn ze opnieuw in de rechte lijn over de zijde. Zijn ze voor de laatste keer. En het is nog altijd Lions Wish die leidt. Gaia Vip aan de relingszijde. Een derde spoor komt nu aan de buitenkant naar voren. De Niespennen kan met Piet de Wit. De Ries heeft de smaak te pakken. Ze won al jaren geen koers en nu wil ze er twee op een dag. Zo gaan ze de laatste bocht in. En inmiddels neemt Piet de Wit een halve lengte voorsprong, maar die is hij kwijt. Halverwege de Gizmo-bocht. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Die bochten, daar verlies je terrein. Met de laatste rechte lijn kan je het weer goed maken. En daar komen ze aan. Go baby! Go, go, go! Midden van de baan is het nog altijd Lions Wish. En die wint! Lions Wish! Lions Wish wint. Tweede plaats is voor John Collins. Plaats 3. Daarvoor wordt de foto bekeken. Daar is hij al, dames en heren. Niels van der Tol. Hij wint met de 2. Lions Wish in bezit van Stal PD. Fokproduct van de familie Kloosterman. Trainer is Bas Krebas. En Niels van der Tol is de rijder. Niels gaat de ereprijzen krijgen, dames en heren. Beschikbaar gesteld door Gizmo en Heineken. Daar hoort uiteraard een glas van 5 liter Heineken bij, wat Niels in één teug gaat leegdrinken. Niels, zin in? Zeker, zegt Niels. De trainer had daar absoluut geen zin in gehad, 5 liter Heineken. Maar die is al lang blij dat zijn paard gewonnen heeft. En ik ga ondertussen even bijpraten met Niels. Niels, jouw vader, Henny van der Tol, dat is toch een Hilversumse man, of niet? Dat is mijn oom. Dat is je oom. Ik dacht dat het je vader was. Nee, dat is Bart van der Tol, maar die komt hier ook uit de omgeving. Jij wint vandaag op Hilversum. Is de familie trots? Dat denk ik wel. Mijn vader is mee. Dat doet hij niet vaak. Dus een hele mooie overwinning. Hartstikke mooi. Hoe voelde hij aan onderweg? Want hij is zo lang weg geweest. Ja, hij is een beetje best wel lekker aan bit. En het is een hele rommelige koers. Met het voorwerk ging hij eigenlijk heel goed de hoeken door. En het verbaasde me eigenlijk dat hij de eerste hoek even sprong. Maar verder gewoon fit aan bit en dan maakt het echt heel goed af en vecht tot de streep. Was je tweede overwinning, denk ik. Hè? Heb ik goed geteld? Ja. Hoe voelt dat? Er moeten nog 28. Schiet het een beetje op? Er begint vaart in te komen. Er begint vaart in te komen. Ik ga ook even praten met de trainer, Bas Krebas. Bas, gefeliciteerd. Heel lang niet gezien deze. Wat is er mis geweest? Nou, hij heeft vorig jaar 1 keer gelopen en na die koers heeft hij een hele aparte blessure gekregen aan een achterkogel. Iets wat bijna nooit voorkomt. Het heel veel tijd gekost en... Dankzij de goede zorg van Astrid is hij er weer. En nou, hier ben ik zo blij mee. Nee, echt ongelooflijk. Want het was natuurlijk een klasse paard. Maar ja, hij is lang weg geweest. En ik denk, we beginnen niet de Wolf gaan, maar we beginnen hier. Nou, en ik denk dat we nu lekker naar Aduard gaan. Hartstikke mooi. Hij gaat lekker op het gras koersen. Je hebt gezegd Kiss and Ride. Die wint 9 keer op het gras. Kunnen we deze ook noteren voor 9 keer op het gras? Nou, dat weet ik niet. Maar laten we het hopen van wel. De helft ben ik ook tevreden. Hartstikke mooi. Mooi, de fokkers erbij, dames en heren. En geeft u een applaus. Niels van der Tol, hij komt uit de regio. Het lijkt wel alsof vandaag allemaal mensen uit de regio vandaag winnen. Maar Niels van der Tol is er ook eentje. Geef hem een applaus met Lions Wish. Paarden gaan richting de startvakken. We hebben nog geen valse start gehad vandaag. Ik denk, laat ik even het ongeluk erop leggen. Maar het gaat niet lukken. Start is gevallen. Deelnemers zijn onderweg. 3 startvakken en ook dat ging goed. En na de start een duel om de leiding in de midden van de baan. Lions Wish aan de relingzijde. Arosa Hazelaar. Die houdt het hoofd ertussen. Die houdt ook de voorbenen ertussen. Maar gaat wel van de benen. Arosa Hazelaar maakt een fout. En de nummer 1 gaat daar van de benen. En wordt naar de buitenkant genomen. En gaat de rechterlijn. Uitgeschakeld 1-1 galop. Rechterlijn overzijde in. En zo is het voorbij. Leiding gaan de paarden gaan de rechterlijn overzijde in. En Lions Wish heeft daar een goede start gehad. Maar ook Hilto de Bretrance. En die heeft op dit moment de leiding. Hilto de Bretrance. En zo gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. Die heeft de leiding genomen met Mats Westen. Daarachter ligt de rest van het veld.
rest van het veld dat aan de binnenkant wordt aangevoerd door Giel Bos. En Giel rijdt Joep Swageman. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. We hebben nog 2 volledige ronden te gaan. Leiding in handen, nog altijd van Hilto de Bretons. Staat aan de buitenzijde wel onder druk. Leiding wordt aan de buitenzijde betwist door Lions Wish. Die wilde graag langs met Niels van der Tol. En Niels geeft gas bij. Zo deed Max Verstappen dat ook. En zo doet Niels Dossos dat ook. En zo neemt hij de leiding ook over. Galoppade daar voor Hilto de Bretons. En de leiding is overgenomen door Lions Wish. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Een Verstappen actie van Niels van der Tol. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn overzijde. Tweede plaats erachter is voor Joep Swageman. Derde aan de buitenzijde gaat Demi Veenstra naar voren. En dat doet ze met Gaia Vip. En zo gaan de paarden alweer op weg naar de volgende bocht. Compact peloton daarachter. Denise Pennekamp zit er ook weer bij. Met Piet de Wit ligt aan de buitenkant. En zo zijn ze halverwege de Gizmo-bocht. En hebben ze straks nog 1 ronde te gaan. Deelnemers komen in de rechte lijn voor de tribune. Uitgeschakeld 4 galop. En de 4 is eruit, Hilto de Bretons. Een kanarie die niet meer vliegt. En zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. Met nog 1 ronde te gaan. Leiding aan de buitenzijde kan wel eens worden overgenomen door Gaia Vip. Want die zijn druk bij Lions Wish. Lions Wish aan de binnenkant. Gaia Vip verliest daar wat meters in de bochten. Zijn krappe bochten hier in Hilversum. En daar heb je al gauw een lengte 1,5 verloren. En moet hij opnieuw aanzetten. En zo zijn ze opnieuw in de rechte lijn overzijde. Zijn ze voor de laatste keer. En het is nog altijd Lions Wish die leidt. Gaia Vip aan de relingszijde. Een derde spoor komt nu aan de buitenkant naar voren. Denise Pennekamp met Piet de Wit. Denise heeft de smaak te pakken. Ze won al jaren geen koers en nu wil ze er 2 op een dag. Zo gaat ze de laatste bocht in. En inmiddels neemt Piet de Wit een halve lengte voorsprong. Maar die is hij kwijt. Halverwege de Gizmo-bocht. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Die bochten, daar verlies je terrein. Met de laatste rechte lijn kan je het weer goed maken. En daar komen ze aan. Go baby! Go, go, go! Midden van de baan is het nog altijd Lions Wish. En die wint! Lions Wish! Lions Wish wint. Tweede plaats is voor John Collins. Plaats 3. Daarvoor wordt de foto bekeken.